En dan gaan we inderdaad naar het einde van een tijdperk. Ja. Niet het einde van Barry Down natuurlijk, nee. Heb jij zo'n ding nog of niet? Een iPod? Ja. Nee, volgens mij heb ik hem zelfs nooit. Ja, ik heb wel eentje gehad, ja. Ja, ik heb er wel één gehad. En volgens mij heb ik ook nog ergens liggen. Ik weet niet of het de moeite waard is om te bewaren, want volgens mij zijn er heel veel. Maar ja, je hebt er gewoon op je telefoon staan tegenwoordig. Dus je telefoon is alles in één. Ja, nee, niet dat ik het nog gebruik, maar misschien dat zo'n ding op den duur nog geld waard gaat worden of zo. Zijn mensen hier rouwig om, Bernie, dat de iPod verdwijnt? Gebruiken mensen die überhaupt nog? Nou, ik denk dat er mensen rouwig om zijn. Want kijk, natuurlijk, de iPod Classic is natuurlijk wel een hele bijzondere muziekspeler. En een mooi formaat, makkelijk te bedienen. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel andere apparaten die natuurlijk ver voorbij zo'n iPod inmiddels gaan, zoals je net al aangaf. Met de iPhone en zo, dat werkt allemaal veel makkelijker met Apple Music erin, met muziekstreamingdienst als Spotify. Dus ik snap wel dat de meerderheid het allemaal niet uitmaakt dat het nu gaat stoppen. Het is wel natuurlijk nog een van de weinige dingen waar je gewoon nog een fysieke koptelefoonplug in kunt douwen. Hè? De andere dingen, dat moet je allemaal via Bluetooth doen. Ja, dat klopt. Het is allemaal via draadloze oortjes tegenwoordig. En ja, dat was natuurlijk bij de iPod niet zo. Daar kon je gewoon lekker koptelefoon doen met een kabel of een grote of een hele kleine. Wat je zelf wou. Maar het is, ja, het is net als de Walkman en de Discman. Op een gegeven moment zijn dingen gewoon niet meer helemaal van deze tijd. En dat is deze ook, die gaat ook naar het museum toe. Maar ik zou absoluut zouken, als je er eentje hebt, gewoon lekker bewaren. Want je weet nooit wat het op lange termijn op gaat leveren voor een echte Apple fan. Maar kun je ze nu ook al helemaal niet meer kopen? Of zeg je van, nou ja, ze hebben ze nu nog wel. Dus als je er eentje wil, dan zou ik er nog even snel van naar de winkel rennen. Nou ja, eigenlijk het enige wat nog in omloop is, dat is de iPod Touch. Dat is eigenlijk het model wat heel erg op een iPhone ook lijkt. Je kunt er eigenlijk alles mee, behalve mee bellen. En dat model dat is nog te koop totdat die op is. Het wordt niet meer geproduceerd, dus je kunt er niet meer nieuw aankomen. En als het op is, is het helemaal op. Dus ja, de laatste dagen zijn wel verteld. Ja. Gelukkig is er nog wel softwareondersteuning voor het apparaat. Dat nog wel. Ja, voor mijn gevoel is het nog helemaal niet zo oud, zo'n iPod. Nee. Ja, wanneer was de eerste? Jeetje. Ze werden ook heel veel nagemaakt door van die goedkope nepmerken. Ja, er zat heel weinig goed geheugen op. Ja, precies. Daar kon je 4 liedjes op kwijt. Maar het bestaat denk ik toch alweer een jaar of 20? Nou ja, inderdaad. Het is net vorig jaar is het de 20e verjaardag gevierd. Oh, ja. 2001 is de eerste uitgekomen. Ja. Het hoogtepunt was een beetje rond 2005 tot en met 2008 ongeveer. Toen waren ze echt super populair. Ja. Ja, en daarna kwamen de smartphones natuurlijk in opmars. En toen werden ze langzaam wat minder populair. Want ja, als je een iPhone hebt met een iPod erin, ja, waarom zou je nog een iPod nemen? Ja, precies. Maar toch vind ik zo'n iPod Touch, hè, waar je het nu net over had, dat is eigenlijk gewoon een telefoon, maar je kan er niet meer bellen. Die zijn ook wel dik €200 nog, best wel prijzig. Ja. Ja, klopt. Toen was dat heel erg bijzonder, omdat het eigenlijk een smartphone was die goed werkte, maar dan zonder bellen. Ja. Ja, en concurrenten konden dat niet, maar inmiddels zijn er natuurlijk Samsung-telefoons die gewoon hetzelfde ook kunnen voor minder geld, die sneller zijn. En ja, daardoor is het steeds minder interessant geworden. Ja. Dus het is het einde van een tijdperk. Ik heb het nooit gehad, jullie dus blijkbaar wel, maar het is wel jammer natuurlijk. Dit heeft Apple natuurlijk heel veel gebracht. Dit heeft Apple uit de slop getrokken in 2001. Dus wat dat betreft is het voor hun natuurlijk wel een flinke stap. Nou, ik denk dat ik hem aan de jongens geef of zo, om een beetje kennis te maken met de moderne elektronica. Maar dan lopen ze gelijk over achter. Het is niet meer. Ja, precies. Een stukje geschiedenisles is meer dan, hè? Ja. Nou ja, goed. Of je begint met de Walkman, dan kunnen ze zien hoe het echt gegaan is. Ja. Ja, maar dan staan ze echt zo te kijken van, wat is dit? Dat is heel raar. Oké. Okay. Ja, moet je bandjes terugspoelen en zo. Ja. Dat was voor deze week, Bernie. Dat was het voor deze week. Goed. Dankjewel dan. En zien we jou graag volgende week weer live bij ons in de studio. Tot dan, hè.